vind thuis altijd gezellig, ja. Ook rustgevender lijkt mij. Ja, ja. Dus moet je weer aankleden en optutten en... Het is allemaal zo'n gedoe. Zo'n gedoe, ja. Zeker met ouder worden, hè. Breda Nu. Je weet het meteen. Het weekend is weer voorbij, misschien voor sommigen van jullie zelfs wel vakantie. Nou, ik heb mijn vrije avonden echt tot het maximale gebruikt. Wat ik eigenlijk ook wel benieuwd naar ben, is hoe de Bredanaar zijn ideale vrije avond ziet. Wow, dat vraag je even wat. Mijn ideale vrije avond. Ik denk muziek luisteren, lekker glaasje wijn erbij en een tijdschrift of een boekje. Ideale vrije avond. Lekker met de vriendin uit eten. Lijkt me wel gezellig. Ja? Bioscoopje erbij. Ja hoor. Ik denk lekker uit eten. Filmpje erbij. Ja. En ook of iets thuis doen en lekker op de bank. Houdt u er ook van? Nee, dat hoeft niet zo nodig. Er is al zoveel tijd om op de bank te hangen. Nou, we dan iets actievers gaan doen. Dan inderdaad iets actievers doen. Een lekker wijntje. Roken ben ik net gestopt. Een mooi programma of een lekker boek. Of met vrienden. Lekker eten. Op gezelligheid. Nou, er zijn een paar mogelijkheden. Eén daarvan is een mooi boek lezen. Dat vind ik altijd wel echt geweldig. Een andere mogelijkheid zou zijn een mooie film gaan bekijken. In combinatie met vrienden. Lekker drankje op het terras bijvoorbeeld. Ik denk gewoon gezellig sociaal doen eigenlijk gewoon. Ja. Een ideale vrije avond vind ik leuk of met mijn kinderen, kleinkinderen en met mijn vrienden door te brengen. Lekker eten. Goede gesprekken, gezelligheid, lachen en plezier. Ik denk dat ik met mijn vriendin hier heerlijk op de markt zou gaan zitten. Ja? Ja. En heeft u dan ook echt de voorkeur voor buitenshuis of houdt u ook van om thuis te zitten? Ik mag graag op het terras zitten, het liefst bij de Samsam. Je zit er op een prachtig kruispunt, je zit wat hoog, je zit droog, je zit warm. Veel meer heb ik niet nodig. En avondjes thuis, houdt u daar ook van? Ja, lekker gezellig op de bank. Maar dat is dan meestal een avondje daarvoor lekker heb wezen te stappen. Dan een keer een avondje lekker rust op de bank is. Ja, precies. Ik vind thuis altijd gezellig, ja. Ook rustgevender lijkt mij. Ja, ja. Dus moet je weer aankleden en optutten en... Het is allemaal zo'n gedoe. Zo'n gedoe, ja. Zeker met ouder worden, hè. Films uit huis. Ja, dat vind ik toch een andere dimensie hebben. En dan bioscoop of een filmhuis? Bijvoorbeeld het filmhuis. Ik ben echt een liefhebber van goede filmhuisfilms. Breda Nu. Je weet het meteen.